Ding, ding. Ja, ho. Oh. Jezus. Ah, hier. Wordt het ook vochtig? Ja, dan wordt het rondom hier. Eromheen wordt het vochtig. Nou, ik vind het gewoon vreselijk asociaal dat ik niet serieus genomen word. Er valt niet in discussie te gaan met zo iemand. Het zijn leugens. Keiharde leugens. In een appartementencomplex in het centrum van Zaandam is een lekkage. Nou ja, een lekkage. Een complete waterval kwam naar beneden. Anna heeft hierdoor enorme schade opgelopen in de slaapkamer van haar kinderen. En die slapen nu al een jaar op de bank in de woonkamer. En Anna vindt het allemaal de schuld van haar bovenbuurman Bart. Maar Bart heeft zelf ook waterschade. Zijn hele huis is gestript en onverkoopbaar. En hij vindt dat de Vereniging van Eigenaren alles moet betalen. Maar die betaalt niets. Want eerst moet duidelijk worden wie er schuldig is aan dit debakel. Hier blijft het ook nog steeds hangen, zeg maar. Dit is ook nog steeds een plek van vocht. Dit wordt wel geprobeerd weg te halen, maar dat komt toch weer steeds terug. Ja, hier is lekkage geweest. En dat liep zo op de bankstel. Als een waterval liep het hier naar beneden. En dit is mijn slaapkamer. Dus hier hebben ook allerlei lekkages plaatsgevonden. Hier bij het raam. Daar zie je dus zo'n kier lopen. Daar heeft het gelekt. En daar in de hoek. Ook al heeft het gelekt. In die hoek. Nou ja, dit is de grootste ramp, zeg maar. Kijk. Je moet wel voorzichtig zijn met lopen, anders breek je nek over de vloer die hier helemaal omhoog komt. Dus een vaste vloer, kijk. En nou ja, hier heeft dan een loodgieter de boel opengebroken om te zoeken naar een lekkage. En toen was het dus inderdaad een lekkage, maar toen hij dat opengebroken was het gewoon een waterval. Dus dat was niet meer met een bakje op te vangen. Stond gewoon nou blank hier. Uiteindelijk zijn ze dus, nadat ze dit helemaal open hebben gebroken, bij de bovenbuurman terechtgekomen. Die heeft een inpandig terrasje. En dat water, dat kon niet weg door de dakgoten die verstopt waren. En daardoor liep het hier gewoon door de vloer naar beneden. We hebben hier zo een afvoerpotje. Zoals je wederom kunt zien. Deze afvoer die loopt volgens mij binnen door, ook naar het hoofdriool toe. Wat eigenlijk ongebruikelijk is, maar het loopt nu eenmaal zo. En volgens mij zit daar zo'n lek en is daar zo de lekkage door ontstaan. Dus iedere keer als het regende, dan krijgen we hier zo een plas water van ongeveer 2 centimeter. Dat breidde zich uit over de gang en door de badkamer en naar het berg op. Later ook de slaaptamer in de muren zat ik het op te rekken. En dit was allemaal nat. Dat was zo'n hoeveelheid water wat eruit kwam. Dat met een waterstofzuiger. Het kwam er sneller in dan dat wij het weg konden zuigen. Het stinkt hier ook vreselijk. Dus ja, het is niet prettig. Nou ja, hier wordt sowieso niet meer in geslapen. Want ja, het is gewoon niet fris voor de kinderen. Dus ik geef eigenlijk deze hele kamer op als woonruimte. Dat mis ik. Moeten ze hier slapen. Elke nacht. Het zijn 2 grote kinderen hoor. Dus het zijn geen kleintjes. 21 en 19. Dus ja. Wij zijn nu verhuisd naar een ander huis. Ondertussen zijn we hier bezig geweest om de boel op te knappen. Voor de verkoop of voor de verhuur. Maar dankzij de lekkage is het weer 1 grote chaos geworden. De badkamer die is helemaal uit elkaar. De muren die zitten vol met vocht. Er zit schimmel op. De gang dat is 1 drama. De slaapkamer, daar zijn de muren van kapot en koven van gesloopt. En allemaal voor het opsporen van de lekkage. Maar ik zit met de puinhoop nu. Onverkoopbaar en onverhuurbaar. Onbewoonbaar eigenlijk. Als je je terrasje goed onderhoudt, dat je het gewoon af en toe nakijkt. Net als die gootsteen in je bad en in je douche. Dat je ook dat af en toe nakijkt. Dat je denkt, goh ja, het loopt niet weg. Ja, als het daar ook naar had gekeken, had het ook gewoon verholpen kunnen worden. Dus als het weer
iemand aansprakelijk gesteld moet worden, dan moet het bovenbuurman het zijn. Ja, dat begrijp ik van Anne, aangezien ik de bovenbuurman ben. Alleen ik denk dat de VVJ hiervoor verantwoordelijk is. Omdat het gaat om een afvoer. Om een hemelwaterafvoer. En als het zou gaan om het loodwerk hier, dan is volgens mij ook de VVJ daarvoor verantwoordelijk. Omdat het om de buitengevel gaat. En dat valt onder verantwoording van de VVJ, wat ik heb begrepen uit de statuten. We zijn een kleine vereniging met weinig leden, dus er is gewoon niet zoveel geld om dat hele grote pand te onderhouden. Dus er is al helemaal geen geld om die grote schadeclaim uit te betalen. Bovendien vind ik dat wij niet verantwoordelijk zijn, maar dat Bart en Christina verantwoordelijk zijn, omdat het hun privébalkon betreft. Ik heb een platte grond bij me. Nou, hierop is duidelijk te zien dat dit het inpandige balkon is van Bart en Christina. Het is dus duidelijk dat Bart en Christina verantwoordelijk zijn voor de lekkage. Het is een inpandig balkon, het is met een dikke streep, dus het hoort bij hun perceel. Dus ja, zij zijn verantwoordelijk. Als de VVJ dat vindt, dan begrijp ik niet waarom de VVJ hier zo onschuldig werk doet. Waarom de VVE het loodwerk laat doen. Als hun vinden dat het niet hun verantwoording is, dan moeten ze ook niet. Dan snap ik niet waarom hun die werkzaamheden laten uitvoeren. Ze hebben toch wel moeten zien dat er water lag. Op jouw eigen stukje, als je een eigen huis hebt, dan hoor je toch dat na te kijken. En dan hoor je toch te onderhouden en ervoor te zorgen dat het netjes is. Dat is niet gebeurd, nee. Rijdende rechter, mijn eis is dat deze slaapkamer van de kinderen weer in zijn originele staat terugkomt. Zoals het vroeger was, dat het weer bewoonbaar is, dat ze er gewoon weer kunnen slapen, studeren, hun vrienden kunnen ontvangen. Meester Visser, ik eis 13.000 euro voor het betalen van mijn vervolgschade en het gemis aan huurinkomsten. Nou, welkom in de studio allemaal. Ja, het is een beetje ongebruikelijk, want we hebben niet twee, maar drie partijen. Want we hebben Anne, we hebben Bart en we hebben Linda en partner Erwin. Al een ruim een jaar slapen jouw kinderen op de bank in de woonkamer. Ja. Dat heeft nogal impact, lijkt me. Ja, het is lastig, omdat ze studeren alle twee nog. Dus allemaal slapen lastig. Ze wel lekker op zo'n bank, nou, denk ik. Ja, op een gegeven moment is het ook, nou zijn ze het zat. En Bart, jouw hele huis is niet meer te verkopen. Nee, onmogelijk. Je kan ook geen mensen die belangstelling hebben binnenlaten. Zo. Je weet al wat het antwoord is. Gaan ze in die muren zitten prikken waar al dat vocht zit? Nou, ik denk als ze de voordeur open doen dat het al duidelijk is. Ja. En waar is de lekkage door ontstaan? Wat denk jij, Anne? Hoe komt het? Ja, ik dacht achterstallig onderhoud. En dat is dan te wijten? Dakgoten zijn niet schoongehouden. Mm. Terrassen zijn niet schoongehouden. Ik denk dat het van de inpandige regelleiding of zo komt, want wat er wordt gesuggereerd dat mijn balkon onder water staat, dat is nooit zo geweest. Nou, ik heb me door een professioneel lekdetectiebedrijf laten vertellen dat de lekkage komt van het balkon van Bart. Mm-hmm. Dus ja, die mening hebben wij overgenomen als VVE. Ja, want jullie hebben al heel wat loodgieters langs laten komen, maar dat leverde allemaal niks op. Dat klopt. Ja. Ja, die kon het niet vinden. Nee. Dus en nou hebben jullie... Daarom heeft het ook zo lang geduurd, omdat er telkens een ander bedrijf of weer een loodgieter moest komen of een andere professional om de oorzaak van de lekkage op te sporen. Ja. En daarom is er uiteindelijk ook zoveel schade ontstaan. Ja. Maar omdat we zo'n klein VVE zijn, is het denk ik onverantwoord om zo'n groot bedrag op te hoesten voor schadeposten. Want dan zou de hele pot van de VVE zou eigenlijk leeg zijn. Mm-hmm. Mocht er dan in de toekomst ook maar het kleinste of het minste gebeuren, dan is daar geen geld voor. Nee, maar ja, er is natuurlijk nu wel wat aan de hand. Ja, dat klopt. En nou ja. Het moet niet zo zijn dat er een verschil zit. Nu zijn er 100 appartementen, nu krijg ik wel mijn schade vergoed. En omdat wij maar met z'n achter zitten, daarom betalen we niet. Ja. Dat is geen reden volgens mij. Nee. Het is nu een beetje discussie waar de schuld ligt, zeg maar. Er wordt een bedrag van 13.000 euro geclaimd. Ja. En wij zijn van mening dat Bart zijn eigen appartement heeft gestript. Dus er is eigenlijk niet van tevoren te bepalen wat nou precies de schade was. Ja. Wij vinden dus dat het bedrag sowieso veel te hoog is en dat er nog maar de vraag is wie er verantwoordelijk is voor en die lekkage. En ook eigenlijk of het allemaal wel door die lekkage is gekomen. Begrijp ik een beetje tussen de regels door. Het is niet, zeg maar, er is geen nulmeting gedaan door een professional. Dus er is niet te achterhalen wat er nou precies de hoogte van het schadebedrag is. Dit vind ik wel heel vals hoor. Want
met het begin van de lekkage. Erwin die is vaak genoeg boven geweest. Die heeft gezien hoe de badkamer eruit heeft gezien. En die heeft gezien in de loop van het jaar hoe de badkamer veranderd is. En ik heb, het klopt dat ik een deel zelf gestript heb. Maar er zijn ook een hele hoop tegels. Die zijn gewoon los gaan zitten van de muren, ja, van de grond. De onderste rijen. Ja. Maar heb je geen foto's gemaakt, Bart, van hoe het was? Er zijn foto's van hoe het ervoor uitziet. Ja. Uitzag. Ja. Maar op die foto's is het bijna niet van, te zien ook. Maar jij zegt het is niet te zien? Je vindt het niet echt bewijs? Nee. Nee. Maar is dat ook de reden waarom het zo lang duurt? Dat jullie een beetje denken van ja, wat... Nou, 13.000 euro is natuurlijk een exorbitant hoog bedrag. Hoeveel geld zit er eigenlijk in de pot? Op dit moment zo'n... 10.000 euro? Ja, 11.000 euro. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb een afschrift gezien waarop 16.000 euro stond. Ja, dat klopt, maar we hebben de schades betaald. Opstalverzekering voor 2013. En nou zit er nog iets van 10.000, 9.000 in de pot, zeg maar. Maar je vertrouwt het niet helemaal. Nee, ja. Wij willen gewoon heel graag dat het opgelost wordt. Nou, dat gaan we hier doen. In deze aflevering nog. En met 3 man deskundigheid, inclusief onze eigen huisarts Peter Borges, gaat meester Visser gewapend met slangen en een UV-bril het dak op. Goedemorgen. Hallo, ik ben Anne. De bewoonster. 103. Hallo, ik ben Linde van Brederode. Ik ben van de VVE. Vereniging van Eigenaren. Goedendag. Herre Groeneveld van de VVE. Ja. Dag Bart, ook bewoner. Ja, en de kaarsjes en een heel team deskundigen, want het is allemaal erg ingewikkeld, heb ik begrepen. Juist. Nou, dat moeten we omhoog, vrees ik. Nou, dit is redelijk gestript. Ja. Zo heeft het er niet altijd uitgezien. Nee. Hier is het balkon. Dat is het balkon. Volgens de stukken dat de oorzaak zijn geweest. Ja, maar uiteraard kan dat wel. Maar dan zou er altijd als eerste hier een probleem ontstaan. Want dit is een dekvloer van cement. En die zit verhecht aan de betonnen ondervloer. Dus dan zou je hier een grote natte plek verwachten. Dan zou je hier eerst, zou het grote probleem eerst hier zitten. En dan zou dat laminaat helemaal bol zijn gaan staan van het vocht. Kortom, dat geloof ik niet. Nee, dat kan niet. Dan zou dit hout helemaal vergaan zijn. Nou, dit is nog helemaal goed. Ja, nu is het balkon vol met water gespoten. Ja, om de afvoerders goed te testen. En we hebben nu bewust wat hoger water gezet, zodat hij zeg maar een beetje tot de bovenkant van de dakbedekking komt. Ja, dan kan je heel makkelijk een lekkage opwekken. En dat tasje dat staat op de afvoer? Dat staat op de afvoer, ja. Als je dat eruit trekt, loopt het gewoon leeg? Loopt het leeg. Ik heb alleen geen waterdichte schoenen aan. Ik doe het. Vrijwilliger. We kunnen een paar vlonders neerleggen. Vrijwilliger. Ik trek er nog even uit. Kijk, dat hebben we. Kijk. Er zit wat vuil in, maar hij loopt weg. Nou, niet spectaculair. Daar staat hoe hij zegt, een draaikolk. Oh ja, niet om de draaikolk. Ja, dat willen we zien. Nou, er is hier niks te zien. Dan zou die hier absoluut, zeker daar in de hoek waar een gat zit, zou je die aftekening zien. Maar dan moet je eerst ondertussen, als ik leef loop, even de standleiding nog laten zien. De standleiding, ja. Kijk, dit is dus de nieuwe standleiding. Moet je de lap even hebben. En de vorige keer druppelde het daar echt, want toen had het de dagen daarvoor nog gesneeuwd en geregend. Ik zie hier ook water. Ja, precies. Want de vloer is hier ook nat, echt nat. Oké. Misschien kunnen we even de gele vlekken. Deze wand. Uit de grond. Hè? Die wand. Allemaal nat. Die wand. Allemaal vocht. Voor mij is het als eerst zichtbaar geworden hier zo. Ja. Je zag het hier zo ook uitbobbelen, zeg maar. Uitbruttelen als het regende. Ja. Ja, de dag voordat de lekkage hier zichtbaar werd, heeft mijn buurman, het water was afgesloten, de hoofdleiding. Ja. En die is toen gaan douchen. Er kwam geen water uit de leiding. Dus die is een ongedoucht naar zijn werk gegaan en die heeft de douche open laten staan. En zodoende dacht ik ook eerst dat het bij de buurman vandaan kwam. Nou, dat is niet, lijkt me niet zo'n rare gedachte. Nee, dat was ook het eerste wat wij dachten. Alleen toen het 2 dagen daarna weer regende, toen kwam het net zo hard weer. Ja. Dus dan ga je toch, het kan niet alleen van de buurman afkomen. Ja, dat wordt er allemaal niet makkelijker op. Nee. Maar goed, nu even een onvermijdelijk punt. We moeten nu echt het dak op. Het hoogtepunt van dit programma. Kan je hier overal lopen? Of, Ja. Of is er een zwak puntje? Hier is de opstand maar zo hoog van de dakbedekking. En hier precies onder, en ik heb een foto genomen, hier vandaan. Dit stuk is allemaal helemaal nat aan de binnenkant. Ja. Maar dat is de lekkage die bij de standleiding wordt veroorzaakt. Ja. Hier loopt een schuin dak naar beneden. Ja. Dan moeten we maar niet gaan staan kijken. Dan kunnen we beneden doen vanaf het balkon.
Nou, die afvoer is absoluut leeg. Die goot ligt op de muur. En die goot, als je die vol water zet, dan gaat het in de slaapkamer beneden, gaat het lekken. Maar kan het ook te maken hebben met dan de lekkage bij meneer, daarboven? Ja, want het zit in de vloer. Dat is die vloer. Ja, Oké, we beginnen te begrijpen. Nou, dan gaan we dan eventjes naar... Dat wil ik wel zien. Dus het plan is nu, dan gaan we hem vol zetten. We zetten een zakje in, we gooien er water in en we gooien er even wat UV-vloeistof in. Dan kan je het mooi zien dat het dat water is, dat het niet ergens anders vandaan is gekomen. Nee. En dan kun je met een speciaal lampje kun je zien dat die blauwe opkleurt. En dan kun je dat beneden ook weer zien. Volgens mij moet ik wel de waterdruk hebben nu. Kan iemand de kraan aanzetten? 1, 2. Blijkt wel afdeling urologie. Nee, ik zei net, het is net de afdeling urologie, maar dit is niet zorgwekkend medisch gezien. Nee, dit gaat heel goed. Dit gaat heel goed. Zo, er gaat een hoop water in die goot. Is die vol? De vloeistof ligt op, dus bij UV-licht. Dan moet ik hier op drukken. Ja. Doe ik hem aan. Kijk, we zien een lichtblauwe vlek. Ja, als we dat beneden ook zien, dan weten we dat het water daar vandaan komt. Nou, dan ga ik met de UV-lamp naar beneden. En bril voor de zekerheid. Oh, die doe ik beneden dan op. En dan een bijbehorende bril. En dan moeten we dat... Ik zal vooral ophouden. Kan iemand mij verstaan, over? Ja, trek de stop er maar uit. Over. Ik hoor wat later, maar ik had het spectaculairder verwacht. Ik heb één druppeltje gezien. Oh ja, nu komt hij. Ja, een druppeltje. Ja, nu komt er weer een druppel. Ah, hier. Wordt het ook vochtig? Ja, dan wordt er omheen. Hier? Daaromheen wordt het vochtig. Ja, die leiding zit in de vloer ergens niet goed. Ja. Ja, dat kan ook omhoog gaan. Nou, het is duidelijk. Nou, we hebben het gezien. Daar wordt het vochtig. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. We gaan nu naar de hoorzitting. En dan gaan we over de zaak praten. Ja? Dag straks. Dag. Nou, het lekt dus nog steeds in het appartementencomplex. Dat hebben we net gezien. De stelling voor jullie is... de kosten van lekkages in een appartementencomplex aan het dak... moeten met z'n allen gedragen worden. Nee. Nee? Wie eigenaar is van het dak moet gewoon voor de kosten opdraaien. Je moet, waarom? Je moet de problemen niet doorschuiven. Je kan fier zijn op je dak, maar dan moet je er ook de gevolgen van dragen. Dat dak is van iedereen. En toevallig is het hoekje van het dak waar Bart onder zit... dat is dan zijn deel van het gezamenlijke dak. Daar kun je toch niet die man verantwoordelijk voor stellen. Maar hij had natuurlijk zelf wel de blaadjes er misschien ook uit kunnen halen. Dat is uiteindelijk wel iets waar je zelf invloed op hebt. En nu is het natuurlijk een beetje te laat. Dat is een beetje iemand aanwijzen van nee, je hebt niet goed onderhouden. Maar dat... ja, ik wil inderdaad daar wel eens wat beter bewijs van zien. Want ik heb nou niet echt nou, met wat je hier ziet. Ja, maar het is niet gebruikelijk dat jij... Hoeveel liter is er in dat balkon gegoten? Nou, er ging dat heel elke wat dag, in. Ja. Daarom, dat is niet gebruikelijk in, dat er zoveel... Maar gaan we met z'n allen die lekkage betalen? Ja, de VVE. Ja. Indirect zijn we met z'n allen verantwoordelijk of zeg je het is zijn verantwoordelijkheid? Nee, met z'n allen verantwoordelijk. Met z'n allen verantwoordelijk. Ja. En dat de VVE wegduikt, dat is natuurlijk belachelijk. Het lijkt wel of de Markenwaard bij die mevrouw naar binnen is gelopen. Naast haar zit de Niagara-waterval. En ik vind, ja, dat moet betaald worden door die VVE. Mm-hmm. Ja. Ik hoor daar, waar heb je dan zo'n VVE? Ja, maar heb je dan zo'n VVE? Voor dat laat je toch niet een jaar lang oplopen, die mensen zo laten zitten. Ik vind het onverantwoordelijk. Ik vind het heel erg voor die mevrouw die al een jaar lang haar kinderen in de woonkamer laat slapen. Maar aan de andere kant, waarom kan het niet zo opgelost worden dat het gedeeld wordt? Deels voor de VVE en deels voor Bart zelf. Suze, weet je het? Helemaal verantwoordelijk is. Helemaal verantwoordelijk. Ze hadden het beter in de gaten moeten houden. Laten we even niet vergeten, er is onderzoek gedaan... En toen heeft men gezegd, dat is je balkon. En dat is helemaal niet zo.
Dus dat is dan toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hadden ze maar beter onderzoek moeten doen. Hadden ze die goot gevonden. Ja, gewoon ondeugdelijk onderzoek in feite. Wat staat er op papier over onderhoud? Ja. Ben ik ook wel benieuwd naar. Wat zijn de afspraken? Die moet je toch van tevoren maken? Ja. Je hebt een vereniging. Dan maak je afspraken over, die is verantwoordelijk daarvoor en die daarvoor. Mm-hmm. Zodat je in ieder geval verrassingen komt te staan. Ja, er wordt wel een beetje geschoven inderdaad. Van wie is nou uiteindelijk verantwoordelijk voor de balkon? Ja, daarom duurt het al zo lang. Het is zo merkwaardig dat er gezegd wordt van, ja, als er geld is, dan zijn we misschien wel verantwoordelijk. Dat is net als dat je in de supermarkt staat. Je hebt je hele karretje volgeladen en is het ook. Ik heb geen geld, dan hoef ik niet te betalen. Daar gaat het niet om. Het is eerst wordt er bepaald of je ergens voor moet betalen. Of je dan geld hebt, dat is je eigen probleem. Goed, hopelijk wordt in de hoorzitting duidelijk wie er schuldig is aan dit waterballet. Welkom, we zijn hier in Zaandam. En aan de orde is de zaak tussen mevrouw De Groot, meneer Oudejans en de Vereniging van Eigenaars. Damstraat 3, 5 en 7, Rozengracht 103, 104 en 105, te Zaandam. Het glazer is begonnen, als ik het zo maar uitdruk, in december 2011. Ja. Wat gebeurde er toen? Het begon met een buurman die zijn douche open had laten staan nadat de hoofdleiding van het water af was gesloten. Die is toen naar zijn werk gegaan. Toen 's middags liep het water door het hele appartementencomplex heen. Toen de dag erna toe regende het en toen kwam het water weer net zo hard. Oké, toen ging het ook bij u al lekker. Of heeft dat nog even geduurd? Het heeft nog wel even geduurd, maar sinds die tijd is het met elke regenbui. Is het gewoon één waterballet in de slaapkamer. Okay. Ja, normaal gesproken is de vereniging aansprakelijk voor de constructieve toestand van het pand. Ja. Zo? Er zijn wat uitzonderingen. U vindt dat het balkon van hem daar niet onder valt. Maar vandaag hebben we begrepen dat wat er ook gebeurd is, dat het heel onwaarschijnlijk is dat het de lekkage van het balkon kwam. Ja. Dat klopt. Dat kan, ja. Ja, ik kijk naar meneer Borst, daar komt het eigenlijk toch op neer. Ja, dat klopt. Dat sluit ik eigenlijk volledig uit. Wat is er volgens u gebeurd? Er zijn op diverse plekken lekkages. Maar als ik nou moet denken wat de oorzaak is van deze lekkage, dan denk ik dat er toch een heel groot deel ligt in de douche die open heeft gestaan bij de buren. Dat is de trigger geweest die de rest in gang heeft gezet, zeg maar. Daardoor is er veel water in de vloer gekomen. En die is blijvend aangevuld vanuit lekkages die er nu nog steeds zijn. Moet ik het zo zien dat die vloer eigenlijk een soort spons is geweest? Daar wel te plekken, En toen die buurman eenmaal zoveel water in die spons had laten lopen, kon die spons niks meer opnemen. En is eigenlijk elke druppel die dan binnenkwam, moest er weer uit. Het is de druppel die de emmer deed overlopen, zeg maar. Ja. En ik denk dat het ook altijd bij de onderburen wel wat gelekt heeft. En dat wordt ook eigenlijk erkend. Alleen niet in die grote hoeveelheden. Nou, dan zijn we eruit. Ja. Dan de schade. Die wil het graag vergoed hebben. Het maakt niet uit wie het gaat betalen. Maar misschien als het dan zo erg is dat ik denk, ik doe het zelf wel. Ja, maar even voor goede orde, waarom zit u hier? Ja, om het toch op te lossen. U wilt geld zien. Ja. Ja, en je kunt een beetje omheen praten, maar u wilt geld zien. En het moet of van de bovenbuurman komen of van de Vereniging van Eigenaren. Ja. En u wil ook geld zien van de Vereniging van Eigenaren. Ja. Heeft u nog wel eens contact gehad met die buurman naast u? Nee. Ik vind het zo raar dat hij er helemaal uitvalt van het hele verhaal. Ja, ik ben geen deskundige. Ik hoor nu ook dat er daarna iets in werking is gezet wat de lekkage heeft veroorzaakt. Ja, dat... Nou, we hebben vandaag ingenieur Rob van der Boom van VVE Advies. Welkom. Ik heb u gevraagd of u die schades kunt bekijken. Als we nou naar het appartement van mevrouw kijken. Ja, ik maak onderscheid tussen schade die ontstaat om naar de oorzaak te speuren. Wat nodig is om kokers open te maken, vloer open te maken en dat soort dingen. Dus het herstel van die zaken bij elkaar optellen. Dan kom je ongeveer op zo'n 1800 euro. 1800? Daarnaast is er natuurlijk schade ontstaan. Dat is meer de vervolgschade. Ja. Vloerdelen zijn krom gaan staan. Het behang van de muren is eraf gekomen. Dan kom ik uit op zo'n 3200 euro. Daar komen we op. In totaal op ongeveer 5000 euro. In totaal op ongeveer 5000 euro. Ja. Verbaast u dat? Denkt u dat kan wel kloppen? Ja, nee. Het is wel hoog, hè? Ja. U had het minder verwacht. Ja. Ik dacht, maken het alweer. Nee, maar de bedoeling is dat het wit gebeurt. Nee. We hebben wel Poolse buren die het... Maar nou gaan we naar meneer Oudejans. Ja, nou hier weer dezelfde benadering. Je kunt onderscheid maken dus weer kosten die je moet maken om de lekkage op te sporen. Ja. Nou, dan kom ik ongeveer op zo'n 1700 euro inclusief btw. 1700 euro opsporingsschade. Maar ja, u heeft een hele, moet ik hem even vinden, ingediend wat u eigenlijk aan schade heeft. Nou, u wilt een hele nieuwe badkamer, tot zelfs de toiletpot brengt u in rekening. Ik heb toen de lijst doorgestuurd die het bouwbedrijf heeft gegeven. Ja. Zo het ding als een kastje en een toiletpot, dat hoeft natuurlijk niet vergoed te worden. Nee, maar mijn tegelwerk wel. En een stuk werk. Ja, kijk, dat de badkamer in oude staat hersteld wordt. Dat lijkt me logisch dat vergoed moet worden. Ik had een knappe badkamer die ik zo kon verkopen. Maar u maakt er bezwaar tegen, hè?
Ja, nou ja, ik vind het vrij veel. En ja, ook ja, de laminaatvloer. Kijk, als ik nu ook hoor dat dat ook door de douchelekkage van een andere buurman veroorzaakt kan worden, dan vraag ik me ook af of dat daarin valt. Nee, maar sowieso heeft u aan mij laten weten, in eerdere stukken, dat u er bezwaar tegen maakt. U zegt, ja, wij hebben niet kunnen zien wat de schade was. Wij zijn nooit in het appartement geweest voordat het gestript is. Dus we hebben nooit de schade gezien. Dat is niet waar. Ja, je bent vanaf het begin, vanaf de eerste dag, toen is Erwin nog vanuit zijn werk. Ja, heeft hij die stofzuiger komen brengen? Even snel vanuit het werk stofzuiger brengen. Dus is hij in het appartement geweest, ja of nee? Ja, maar kijk, ik weet niet, kijk, toen nu, hebben we de toch douchebak, geen schade alles opgenomen. Toen hebben we toch niet gekeken naar wat er aan de hand was. Weet dat was dat het eerste er knap uitzag. Anne, die weet toch ook dat het er knap uitzag? Ja, zeker. Dat is toch geen vraag van, het was al zo. Nee, oké, maar goed, het was ook geen nieuwe badkamer natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, maar het was wel een badkamer die verkocht of verhuurd kon worden. Ja. Ja, het is nu een beetje moeilijk te beoordelen. Is dit een probleem voor een schade-expertise? Ja, dat is wel een groot probleem. Wij kunnen nu niet beoordelen welk deel van de badkamerafwerking nog intact was. En aan de hand van wat ik nu zie, kan ik alleen een inschatting maken. Als ik ongeveer bepaal de hoeveelheid laminaat die in de woonkamer, keuken en de gang heeft gelegen, dan kom ik daar op herstelkosten van zo'n €2200. En daarnaast hebben we het nog over het vocht wat in de muren opgetrokken is. En de inschatting daarbij is dat je rond de €750 aan herstelkosten hebt. Maar de nieuwe badkamer? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Ja, maar de tegels lieten los, hè, van de muren. En er zat een bepaald soort tegel op die muren. Als toch de helft er al af is, dan haal ik de rest er ook af. En dan kan ik straks de hele badkamer opnieuw doen. Ik ga niet vier rijen met tegels opnieuw. Met andere woorden, zegt u, als ik ook de kosten van het herbetegelen van de badkamer raag, dan ben ik tevreden. Volgens mij ben ik, als ik dat laat doen, wit, rond de €1000 kwijt. Ja hoor, dan zit je tussen de 1000 en die €1500 zit je zeker in. Ja. Ja, en ik heb nog een stukje huurinkomsten wat ik misloop. Doordat dit appartement vanaf maart onbewoonbaar is. Ja. Maar wat vindt u daarvan? Hij wil ook de huur in. Ja, ik weet het. Op een gegeven moment wordt alles bij de VVE neergelegd. Het kan ook te gek natuurlijk. Nee, maar als blijkt dat het een verantwoording van een ander is, ja, dan wil ik graag alle kosten die dat met zich mee heb gebracht vergoed krijgen. Ik denk ook dat ik daar gewoon recht op heb, dat ik daar geen asociale eisen heb. Goed, dan sluit ik de hoorzitting. En dan laat ik u weten dat ik binnen hele korte tijd uitspraak zal doen in deze ingewikkelde zaak. Ja, inderdaad. Het is een ingewikkelde zaak. Maar stroomt het bij u nou ook over? Of heeft u een heel ander vochtprobleem? Ja, mail of bel ons dan. Wij kunnen u echt helpen. En dan is nu tijd voor de uitspraak. En die willen we heel graag horen. Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak van de Groot, Oude Jans en de Vereniging van Eigenaren Damstraat Rozengracht. Ja, op grond van het onderzoek van de deskundigen vind ik voldoende gebleken dat de eerste en voornaamste oorzaak van de wateroverlast de overstroming was bij de buurman van Oude Jans. Daardoor is alles daar zo volledig met water verzadigd geraakt dat daardoor de meeste gevolgschade is ontstaan. Dat neemt echter niet weg dat ook het gebouw gebreken kent. De afvoer vanaf de dakgoot lekt, hebben we gezien. En ook op het dak is een bron van lekkage gevonden. Eerst viel dat niet zo op, want alles werd eigenlijk opgenomen door het gesteente. Maar na de overstroming vanwege die douche was alles binnen zo nat geworden dat dit lekwater eigenlijk nergens meer heen kon en dus zichtbaar werd. Kortom, vanwege al die gebreken bleef het binnen maar doorlekken, wat natuurlijk ook heeft bijgedragen aan de schade. Ja, en dan ontkomt de rechter er niet aan om de waterschade te gaan verdelen naar gelang de twee meest aannemelijke schadeoorzaken. Te weten de overstroming bij de buurman en de bouwkundige gebreken. Ik zal bepalen dat 20% van de schade voor rekening komt van de Vereniging van Eigenaren. De rest moeten de Groot en Oude Jans zien te verhalen op degene die zij aansprakelijk achten voor de overstroming. Blijft over de hoogte van de schade. Voor wat betreft de Groot zal ik deze conform de bevindingen van de deskundigen begroten op in totaal €5000, waarvan de Vereniging van Eigenaren dus €1000 moet betalen. Voor wat betreft Oude Jans zal ik de door de deskundigen begrote schade met €1400 verhogen. Dit in verband met tegelwerk in de badkamer. Ik was iets te goedkoop met die 1000. De VVE moet van het totaal van 6000 dan dus €1200 betalen aan Oude Jans.
Voor een vergoeding wegens huurderving heb ik geen rechtsgrond kunnen vinden. Die moet dus worden afgewezen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, er moet €2200 uit de VVE-pot. Ja, het recht heeft gesproken, dus wij zullen dat bedrag uiteraard zo snel mogelijk aan Bart en Anne overmaken. Mm-hmm. En nu blijkt dus toch dat jullie naar de buurman moeten gaan. Ja. En dat was misschien al iets wat jullie eerder hadden kunnen bedenken. Nee. Dat is niet iets wat jullie... Ja, misschien kunnen we nog een programma maken, maar dan met de buurman. Met de buurman erbij, ja. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Ja, Bart. Ja, Anne. Ja, kunnen we weer verder? Dit is niet... Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Slammo. Houdoe.